Een jaar van je leven brengt hele bijzondere emoties en vreemde aantrekkingskracht met zich mee. Helaas is de show al een tijdje geleden afgelopen en het is nog steeds onbekend of er een nieuw seizoen komt of niet. Er zal een ander type spelshow aan het publiek worden gepresenteerd, genaamd The Allies. De kandidaten die eerder aan een jaar van je leven deelnamen, zullen mensen echter niet vergeten. Een paar voormalige bewoners van het pakhuis hebben op hun persoonlijke pagina's verhalen over hun leven gedeeld. Er is slecht nieuws en er is goed nieuws. Allereerst is er het Max-meisje. Haar fans zijn misschien een beetje bezorgd. Ze heeft gezondheidsproblemen. Ik denk dat ik een oorontsteking begin te krijgen. Ze voelt zich zo slecht. Max schreef dit naast een selfie waarop duidelijk te zien is dat ze niet op haar best is. En dat is niet zo gek, want naast ziek is Max uiteraard ook zwanger. Dit maakt het allemaal wat vermoeiender. Hopelijk gaat alles over en zal ze er op geen enkele manier last van hebben. Goed nieuws, Wanda en Jasper zijn nog steeds hartstochtelijk verliefd. Veel vrolijker is de foto die Wanda deelde met haar vriend Jasper. Wanda schreef, weet je, dus ik ben blij met je. De twee zijn samen gelukkiger dan ooit, na elkaar te hebben ontmoet in het saaie pakhuis. Wat geweldig! Hơn bao giờ hết sau khi gặp nhau trong nhà kho nhàm chán thật tuyệt vời làm sao.